Dank voorzitter. En voorzitter, hoe voorkomen we een nieuwe lockdown? Dat vroegen we ons bij GroenLinks een jaar geleden af. En daarom schreven we samen met wetenschappers een initiatiefnota hoe je met zeer regelmatig en laagdrempelig test het virus indampt. Een tijdelijke testsamenleving. En hoewel in Nederland maar lauw werd gereageerd op deze strategie, gingen verschillende landen enthousiast aan de slag met een testsamenleving. Bijvoorbeeld Denemarken en Portugal. Testen is daar onderdeel van het dagelijks leven geworden om besmettingen te voorkomen. En voorzitter, ons land mist zo'n stip op de horizon. Al sinds de eerste corona-uitbraak hollen we achter de crisis aan. En dat slaat hoop onder mensen vandaan. Die uitzichtloosheid die maakt moedeloos. En ik ontvang tientallen berichten van mensen die psychisch kwetsbaar zijn en die bang zijn voor eenzaamheid. En ik ontvang berichten van wanhopige ZZP'ers in de culturele sector die weer een voorstelling moeten afblazen. En we kennen allemaal voorbeelden van ondernemers die hun zaak weer dicht moeten doen. En voorzitter, ik zie ook dat deze lockdown de bewindspersonen zwaar valt. En ik heb waardering voor het feit dat deze keer wel uit voorzorg is gehandeld, hoe moeilijk dat besluit ook moet zijn. Maar ik pleit vandaag ook weer voor een nieuwe aanpak en ik hoop dat het kabinet hiertoe bereid is. Want waar het kabinet telkens zijn metafoor het virus afdoet, alsof het een wedstrijd is die we moeten winnen, een puzzel die gelegd moet worden, een tunnel met licht aan het einde of een marathon waarbij we nog één laatste sprint moeten trekken, is de harde werkelijkheid natuurlijk wel een andere. En om in sportmetaforen te blijven, we zijn een team dat eigenlijk niet precies weet hoeveel wedstrijden we nog moeten spelen, dat ook niet precies de tegenstander kent. En we zullen moeten leren leven met deze onzekerheid. Maar een goede coach die grijpt die tijd aan om de techniek te verfijnen, om de conditie te verbeteren. En bovenal om ervoor te zorgen dat ook de saamhorigheid niet verdwijnt. Want als we elkaar verliezen in deze pandemie, dan zullen we daar de blijvende effecten van zien. Voorzitter, met deze lockdown kopen we tijd. En mijn vraag is, wat gaan we daarmee doen? Want ja, we moeten als de bieden weer gaan boosteren. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie stelt ook nadrukkelijk dat er meer nodig is. En ik vraag het kabinet om niet op één paard te wedden en juist nu prioriteit te maken van de lange termijn. En hierbij een voorzet. Maak nu echt werk van het opschalen van de zorgcapaciteit. Waarom geen terugkeerbonus voor oud-zorgverleners? En waarom ontzorgen we niet onze mensen in de zorg? En maak nu echt werk van testen door de capaciteit verder op te schalen en testlocaties dichter bij huis te brengen. En waar blijft de oproep aan iedere Nederlander om zich te laten testen, juist met die nieuwe Omicron-variant? En maak nu echt werk van het potentieel van mond-neusmaskers, bijvoorbeeld door het verplicht stellen van FFP2 mondkapjes. En maak nu echt werk van heldere communicatie en manieren om te zorgen dat nog meer mensen dat vaccin gaan nemen. Waarom geen prikmogelijkheid bij het testen voor toegang? En voorzitter, maak nu ook echt werk van een nieuw besluitvormingsproces. Waarom houden we nog steeds vast aan de volgorde dat besluiten eerst in het katshuis genomen worden zonder notulen? En dat de Kamer pas na het genomen besluit erover mag meepraten? En hoe zorgen we er ook voor dat wetenschap en instituties niet vermangeld raken met de politiek? En voorzitter, als laatste maak nu ook echt werk van een goede compensatieregeling voor ZZP'ers, voor ondernemers en voor flexwerkers. Want veel mensen die verliezen nu de moed. En veel mensen zakken nu ook financieel door het ijs, door het gebrek aan een vangnet. En laten we zorgen dat die moed in onze samenleving blijft. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Interruptie van de heer Paternotte, D66. Ja, voorzitter, mevrouw Westerveld noemde die ondernemers, de culturele sector, allerlei mensen die voor wie die lockdown hartstikke zwaar is en heel terecht. We moeten daar niet te simpel over doen. Het zijn er ook precies de poppodia, de culturele sector, Kunsten 92, die ons hebben opgeroepen van ja, gooi dat 2G nou niet in de prullenbak, maar gebruik dat om ons de kans te geven om eerder open te gaan. Ik zou mevrouw Westerveld willen vragen, omdat zij er ook nog over nadenkt. Kijkt zij dan ook naar Duitsland, Oostenrijk, Zweden, waar de Groenen het voor het zeggen hebben en ook alle drie in die landen hebben gekozen voor 2G of 1G in Zweden. En in Oostenrijk en Duitsland zelfs voor een vaccinatieplicht. En dat soort grote stappen die ja, misschien toch nog net wat verder gaan dan andere mondkapjes of een iets ander proces. Zoals een paar voorbeelden uit haar eigen inbreng. Dus heeft zij daar contact mee? Is ook bij hen te raden gegaan? Dat is mevrouw de vraag Westerveld. Die ik wil stellen. Ja, voorzitter, ik had deze vraag verwacht. En het is natuurlijk zo dat de meerderheid van de Europese landen geen 2G heeft. En dat op heel veel plekken waar men 2G-beleid heeft, overgaat tot 2G+. Zeker met een onzekere Omicron-variant. Maar de heer Paternotte vroeg natuurlijk van, kijkt u daarna? Ja, natuurlijk. En er is een reden dat wij ook bij de wetten die bijvoorbeeld gaat over 2G, dat we een uitgebreide lijst met vragen hebben ingediend. En dat we vragen naar de onderbouwing, dat we vragen naar de effectiviteit, dat we ook vragen naar de doelmatigheid. Want als je wil overgaan tot dit soort verregaande maatregelen, dan moet daar een hele goede onderbouwing aan ten grondslag liggen. En die hebben we op dit moment nog niet over
overtuigend gezien. En dat is de reden dat ik vind dat we niet overhaast moeten instemmen met een aantal wetten als we niet overtuigd zijn van de effectiviteit en van de goede onderbouwing daaronder. Dank u wel, mevrouw Westveld. Dat was uw laatste interruptie. Nee, u heeft uw laatste interruptie gehad. Ja, excuus. Ja. Ja, maar dan moet u niet door de, dan moet u niet dan weer buiten de microfoon iets zeggen. Mevrouw Westveld, het gaat over uw eigen. Ja, voorzitter, net als de heer Paternotte kijken wij naar heel erg veel andere landen. Dat heeft de heer Paternotte ook in mijn inbreng gezien. Wij noemen daar bijvoorbeeld ook Denemarken en Portugal. En natuurlijk is het ook zo dat verschillende landen lastig met elkaar te vergelijken zijn. Dat gaf de heer Paternotte in zijn inbreng ook aan. Omdat overal andere maatregelen worden genomen. Maar wij kijken naar al die landen. Wij kijken wat wel en niet werkt. En dat is precies de reden dat we dus bij deze wetten een hele lange lijst aan schriftelijke vragen hebben gesteld, omdat we willen weten hoe het zit met die onderbouwing. Omdat we willen weten wat er wel en niet werkt en wat we daarvan willen leren. En volgens mij moeten we dat met elkaar gaan doen. Ons denken moet niet stilstaan. Maar we moeten met elkaar en de lessen trekken uit wat andere landen doen om zo met elkaar die coronacrisis door te komen. Dank u wel, mevrouw Westerveld. Dan geef ik het woord aan mevrouw Teunissen van de Partij voor de Dieren.